Nederland. En het gaat nog dieper dan hoe politici met elkaar omgaan. Ik geloof dat wij best prima met elkaar het debat voeren. Het zit dieper. Vroeger was er een Nederlandse belofte, zou je kunnen zeggen. De belofte dat als je een baan had en een salaris, dat je kon rondkomen. Dat je kinderen naar de sportvereniging konden, dat je op vakantie kon, dat je je eten kon kopen, dat je een huis had. En die belofte is er niet meer. Te veel mensen die werken, die gewoon een baan hebben, die kunnen niet meer rondkomen. Te veel mensen kunnen geen woning meer vinden. En dat is niet per ongeluk gebeurd. De afgelopen 10 jaar is lang beetje bij beetje eigenlijk de verzorgingsstaat in Nederland afgebouwd. Ja, maar te veel mensen, als je dat filmpje ziet, denken ook als ze jullie zien, we geloven jullie niet meer. Ja. Allebei niet hoor. Ja, maar dat begrijp ik. Omdat er namelijk niks verandert in de politiek. Iedere campagne opnieuw hoor je, we hebben erover nagedacht, we gaan het helemaal anders doen. En vervolgens krijg je precies hetzelfde kabinet als wat verantwoordelijk was voor de toeslagen, voor het toeslagenschandaal. En wat er nodig is, is dat je echt iets anders gaat doen. Dus niet alleen zeggen, nou weet je wat we gaan doen? We hebben iets briljants bedacht. We gaan de grote vermogens in Nederland belasten. En het vervolgens niet doen in een regeerakkoord. Oké, okay, mevrouw Hermans, reageren ze. Deze meneer in het filmpje zegt, als ik kijk, dan zie ik alleen maar ruzie. Deze meneer in het filmpje zegt, u bent niet voor mij bezig, u bent met uzelf bezig. En dat is waar wij iets aan moeten doen. Wij moeten laten zien waar het inhoudelijk debat over gaat. Ons gekissebis wint het nu van inhoudelijke oplossingen. Onze snode one-liners op de persoon winnen het nu van inhoudelijke oplossingen. Okay. Daar zit waar deze meneer laten zijn vertrouwen heeft verloren. Dan kom ik op het punt waar de heer Klaver. Laten we het dan naar de inhoud brengen, want u daagt me uit. Niet kissebis, hè? Graag, nee, maar we gaan naar de inhoud. Ik denk dat deze meneer heel graag zou willen dat we de beleggers uit zijn wijk weren. Dat we ervoor zorgen dat de mensen die daar huizen op kopen, dat het niet meer kan, doordat zij gewoon eerlijk belasting gaan betalen over de inkomsten die ze uit de huur halen. Staat niet in het regeerakkoord. Wilt u dan met mij samenwerken om dat mogelijk te maken? Mevrouw Hermans. Ik wil met u op heel veel onderwerpen samenwerken waar in Nederland problemen op zijn. Onderwerp. Ik wil op dit onderwerp met u samenwerken om ervoor te zorgen dat wij in Nederland, in wijken waar gebouwd moet worden, gebouwd gaat worden. In wijken waar nu te weinig huur is, meer huur komt. Ja, maar de rol van beleggers aan banden leggen. De rol van beleggers speelt daar een rol in. Maar ik stel een hele concrete... Volgens mij, wat mensen willen, is dat als wij concrete vragen aan elkaar stellen, dat je concreet antwoord geeft. En ik vraag, kunnen wij ervoor zorgen dat beleggers niet meer in dit soort wijken huizen op kunnen kopen? Want wat doen ze? Ze stoppen daar bijvoorbeeld arbeidsmigranten in. 6 tegelijk in een huis. Dan zijn mensen boos op de arbeidsmigranten. Maar als ik met 6 mannen in een huis zou wonen, zou het ook een zooi worden. Je moet die beleggers aanpakken. Ik vraag u, wil u dat met mij doen? En daar zou ik heel graag een antwoord op willen. Daar komt nu het antwoord. Ik wil met de heer Klaver samenwerken om beleggers aan te pakken die misbruik maken van de situatie. Die misbruik maken van het verhuur van de panden die zij in hun bezit hebben. Maar samenwerken en op de inhoud het debat voeren, betekent wel dat we naar elkaar luisteren en elkaar tegemoet proberen te komen. Want u heeft een opvatting, ik heb een opvatting. En die moeten we met elkaar uitdiscussiëren en de overeenkomsten zoeken. Waar wilt u met mij op samenwerken? Het doel delen we. Ik wil met u samenwerken op de woningmarkt. Ik wil met u samenwerken op de zorg. Ik wil met u samenwerken op alle onderwerpen. Nee, wat dat is de enige manier. Maar wat moet er concreet gebeuren? Ik stel u een concrete vraag over beleggers. Die is beantwoord. Maar stel stel nog eens een heel concrete vraag waar u antwoord op wil hebben. Oh, nou, probeer het nog. Er is heel veel leegstand Ik zou heel graag willen dat gemeenten die leegstand kunnen belasten. Dus dat ze kunnen zeggen, nou, dit gebouw staat langer dan een jaar leeg. Wij heffen daar een belasting over. Dat geld kunnen ze dan of gebruiken om bijvoorbeeld de bibliotheek open te houden of verder te bouwen. Maar hopelijk is het zo'n grote prikkel dat de eigenaren van die panden ze verkopen of voor een eerlijke prijs gaan verhuren. Bent u bereid om... Oké, concrete vraag. Ook een onderwerp waar ik op wil samenwerken met de heer Klaver. Misschien mag ik een onderwerp terugleggen. Tuurlijk. Het gaat dan over veiligheid en over de aanpak van die keiharde drugscriminaliteit waar ik het net ook al met mevrouw Ploemen over had. Die zo hard nodig is om in die gemeente waar we morgen voor gaan stemmen het leven fijn en veilig te houden. Doet u daar ook aan mee? Tuurlijk. Dat antwoord is uw slotwoord. Ah, dus ik zou het wat langer maken als ik u was, maar ik moet het zelf weten. Tuurlijk. En ik wil graag teruggaan naar Huib. Die zegt, ik zou niet willen, ik ga niet meer stemmen, want ik heb er geen vertrouwen in. Politici zijn niet feilloos. Dat zijn politici uit de oppositie niet, politici uit de coalitie niet. Maar ik weet wel dat we iedere dag ons stinkende best doen om Nederland te veranderen. En er is wel degelijk een keuze. Want op dit moment, aan de oostgrens van Europa, vechten mensen voor hun leven en voor hun vrijheid. En ze zouden er alles voor over hebben om in een vrije verkiezing over hun eigen toekomst te mogen beslissen. En morgen mag jij dat doen in jouw gemeente. En als je bijvoorbeeld geen windmolens... Slotwoord betekent niet dat het heel lang mag. Nee, maar als je geen... Maar dit is wel belangrijk. Want als je geen windmolens wil, dan kan je op de... Moet je niet op ons stemmen, op de VVD. Als je huisjesmelkers wil aanpakken, moet je bij ons zijn. Er valt iets te kiezen. En mijn laatste woord zou zijn, ga alsjeblieft stemmen.